Goedendag. Kijk naar het Weerjournaal van Weerplaatsen.nl. We hadden vandaag een schitterende dag met vooral in de noordelijke heel wat stapelwolken. De rest van het land scheen de zon flink. Het dikke pakket bewolking wat we op deze satellietbeelden boven Duitsland zien, komt wel langzaam dichterbij, maar dat bereikt ons pas zondag waarschijnlijk. Vanavond lossen de stapelwolken op, heldere omstandigheden dus, en om 8 uur vanavond is het de graad of 18. De wind neemt in de loop van de avond af. Aan het einde van de avond en vannacht is er kans op poollicht. Maar dan moet alles wel mee zitten. Ik heb er een artikel over geschreven op onze website op weerplaza.nl. Daar staan grafieken in. En die grafieken worden live ververst. Dus als daar de grafieken tot leven komen, dan weet u dat de kans op pollicht snel toeneemt. Houd dan wel even rekening met nevel of mistbank. En de maan is ook een spelbreker. Het moet echt een fors pollicht zijn, willen wij het goed kunnen zien. Temperaturen dalen in de loop van de nacht tot rond 13 graden. Morgenochtend trekt de nevel mist snel op. Daarna hebben we een flinke zonnige periode. Vooral in het oosten zijn er wat meer wolken. En het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Wel een stevige noordoostenwind. In de middag is die windkracht 3 tot 4. Aan zee en op het IJsselmeer soms een kleine windkracht 5. Ook zondag nog een stevige noordoostenwind. Ook dan een flinke zonnige periode. Maar vanuit het oosten komen er wel meer wolken aan. En vooral in het noordoosten kan dat ook een spatje regen of motregen opleveren. temperatuur levert een graadje in. Maandag heeft vooral de noordelijke helft van het land kans op een bui. In het zuiden is het grotendeels droog. Dinsdag trekken die buitjes weg. En dan komt er vanuit het oosten warmere lucht aan. De kwik stijgt langs de oostgrens dan naar 24 graden. En ook voor de langere termijn zien we dat de temperatuur duidelijk omhoog gaat. Hoogste temperaturen op woensdag, donderdag en misschien vrijdag tegen de 25 graden aan. En aan het einde van volgende week gaat het kwik waarschijnlijk weer dalen. Houd de pollichtberichten op onze website dus in de gaten. Ik wens u een heel goed weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.